Hoi, welkom bij deze video van leukerecepten.nl. Het is bijna kerst, dus ik dacht, laten we stoofpeertjes gaan maken. Dit is typisch zo'n gerecht wat even wat tijd kost, maar wel veel lekkerder is om zelf klaar te maken. Dus laten we snel aan de slag gaan. Ik heb hier alles al klaarstaan. Ik heb rode wijn in een maatbeker gedaan. Ik heb een rode, soepele wijn gekozen. Niet dat ik er zo heel veel verstand van heb, maar ik heb in de supermarkt gewoon in het vak gekeken bij soepele wijnen en een fles uit de aanbieding gepakt. En stoofpeertjes, dat zijn dus geen gewone peren. En verder wat bastardsuiker, kaneel en wat kruidnagels. En we beginnen met het schillen van de stoofpeertjes. Hierbij laat ik het steeltje eraan zitten. Het ziet er extra feestelijk uit. En hier aan de onderkant snijd ik dit stukje eruit. En dat ga ik even doen met alle peertjes. Dan giet ik de rode wijn in een pan. Hier voeg ik ook de suiker aan toe. Kaneel. En twee kruidnagels. Dit verwarmen we even en dat roer ik even een keer goed door. En dan voeg ik ook de peertjes toe. En dan laten we dit ongeveer een uurtje stoven. Misschien iets langer. Maar dat ga ik straks eventjes bekijken. En tussendoor roeren we af en toe een keer door de pan. Zodat ze allemaal goed bedekt worden met de rode wijn. En wat ook belangrijk is, is dat je de deksel op de pan laat. We zijn inmiddels een uurtje verder en het ruikt hier echt super lekker in huis. Ik heb wel echt zin in de kerst gekregen. En nu ga ik ze even proeven. Ik heb er even eentje gepakt waarvan het steeltje was afgebroken. Zo lekker dit. En ze zijn helemaal goed gaar. Dus ik ga ze daar in dit bordje doen en even mooi presenteren voor op de foto. En volgende week ga ik iets heel erg lekkers maken met deze stoofpeertjes. En ik ga nog niet verklappen wat. Maar dat kun je dus volgende week zien in mijn nieuwe video. Tot dan!